Hey Jasper. Hey Patrice. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Echt een prachtige prestatie wat je daar hebt neergezet. Heel erg blij mee, ja, zeker. Ik kan me het helemaal voorstellen. Het was ook echt je eerste keer, hè? Ja, het was mijn allereerste keer, zeker. Hoe heb je hier naartoe geleefd en naartoe gewerkt? Na 20 weken voor de wedstrijd zijn we de wedstrijdvoorbereiding begonnen. Dus zo ongeveer 5 maanden zijn we er bezig geweest. En in die 5 maanden zijn we ze eigenlijk langzaam gaan afbouwen. Om dus na die 5 maanden precies op tijd te pieken. Maar vooral de laatste 2 maanden ongeveer, dat waren de maanden wanneer het echt zwaar en echt heel serieus werd eigenlijk. Daarvoor bouw je langzaam af. Maar in totaal ben je ongeveer 5 maanden bezig voor zo'n wedstrijd. Maar bodybuilding, dat is natuurlijk niet iets wat je bedenkt van dat ga ik doen. Ik denk dat die laatste periode, en dan heb ik het niet alleen over deze 5 maanden, maar ook daarvoor, dat je al ergens hebt gedacht de afgelopen jaar van ik wil dit ooit gaan doen. Ja, ik train natuurlijk al een hele tijd en ik trainde eerst gewoon om alleen om gespierd te worden. Ik vond het leuk om het verschil in mijn lichaam te zien. En op een gegeven moment zag ik op YouTube een aantal bodybuilders voorbij komen. En toen dacht ik al van, het is wel een heel leuke sport. Dat ik altijd al ver weg in mijn hoofd, ik wil een keer een wedstrijd gaan doen, maar ik zat altijd, ik ben nog niet groot genoeg, ik ben nog veel te klein. En toen ben ik op een gegeven moment een jaar geleden met mijn coach gaan werken, met Jannes. En op een gegeven moment zei Jannes van, waarom gaan we niet gewoon de Siggies op 6 mei doen? En eerst voor de mensen? De Siggies is dus die wedstrijd die ik gedaan heb, de Siggies NPC. Dus van de NPC, de Bodybuild Bond eigenlijk. Ja. Die organiseert verschillende wedstrijden in Nederland per jaar. En Siggies is daar één van. En dat is ook één van de grootste meteen in Nederland van dit jaar. En hij zei dus van, waarom gaan we niet gewoon die wedstrijd doen? En toen dacht ik eigenlijk meteen van, ja, waarom niet? En toen hebben we ingeschreven en toen zijn we er naartoe gaan werken. Dus het was eigenlijk, ik had het al heel lang in mijn hoofd. Maar mijn coach heeft eigenlijk net de knop omgezet van, we gaan het gewoon doen. Want als het aan mij lag, dan hield ik constant in mijn hoofd, ik ben nog niet groot genoeg, we stellen het uit. Maar ja, dan had ik over 5 jaar bijvoorbeeld pas meegedaan. Maar achteraf ben ik heel blij dat we de keuze toen hebben gemaakt en het hebben gedaan. Ja, want jouw coach Jannes, bekijkt hij dan of jij ook geschikt bent echt daarvoor? Want ik neem aan, iedereen heeft misschien wel deze droom of deze ambitie. Ja. Maar wat maakt voor hem nou dat hij dacht van, jij kan dit en je moet hier aan meegaan doen? Ja, hij kijkt vooral heel erg naar je bouw. Heb je de proporties, de verhoudingen ervoor. En natuurlijk, voordat ik die wedstrijd ben genoemd, waren er nog wel echt heel wat punten waar ik aan moest werken. Ja. En die punten hebben we in die 20 weken ook echt aangepakt. En wat voor punten bedoel je? Bijvoorbeeld mijn borst was bijvoorbeeld een heel zwak punt bij mij. Zou je niet denken dat je zo ziet. Ja, dat heb ik in de wedstrijdvoorbereiding hebben we daar dus heel erg aan gewerkt. Benen was ook iets waar ik heel erg aan moest werken. En dat hebben we dus in die 20 weken, vooral in de eerste periode van die 20 weken, wanneer je nog een beetje kan groeien, hebben we daar aan gewerkt. Je weet eigenlijk nooit of je deze sport wat voor jou is, tot je eenmaal op het podium hebt gestaan en vergeleken bent en kijkt hoe je eindigt. Ja. Want misschien denk jij van, als je aan een redelijk hoog vetpercentage hebt, van ik zie er goed uit, tot je in één keer op een 5% vet zit, dan ziet het natuurlijk weer heel anders uit. Absoluut. Ja. Dus er was maar één manier om erachter te komen of deze sport wat voor mij is. En dat is door die wedstrijd te gaan doen. Ja. Maar in de sport zelf heb je natuurlijk ook weer heel veel verschillende klasses. En per klasse heb je ook weer een heel andere lichaamsbouw nodig. Dus zo moet je eigenlijk een beetje uitzoeken waar jij het beste bij past in deze sport. En aan wat voor klasse heb je nu meegedaan? Ik heb meegedaan aan bodybuilding en aan classic bodybuilding. Classic bodybuilding is iets meer uit de tijd van Arnold Schwarzenegger. Daar gaat het wat meer om het esthetisch poseren, de proporties, de verhoudingen. Daar sta je vaak ook in een wat grotere onderbroek, sta je daar dan. En daar gaat het heel erg, heb je een bepaalde bouw voor nodig, bepaalde hele smalle taaien, hele brede rug. Ja. En ik heb meegedaan aan bodybuilding. Bodybuilding gaat wat meer om het massa, het ronde, het grote. En daar heb je dan weer een wat andere bouw voor nodig. En iedereen, mijn coach, vindt zelf dat ik meer bij bodybuilding pas. En nu na die wedstrijd ben ik er zelf ook achtergekomen dat ik wat meer bij bodybuilding pas. En ik vind bodybuilding zelf ook wat leuker. Bij Classic heb je ook een gewichtslimiet. Je mag voor jouw lengte mag je maar een bepaald gewicht wegen. Ja. Ik mocht op het podium officieel 89 kilo wegen. En ik stond met 85,5 op het podium.
Dan zou ik nog maar 2,5 kilo speling hebben. Dus dan zou ik eigenlijk niet heel veel meer kunnen verbeteren om het gewicht te blijven. Nee. En bij bodybuilding word je gewoon ingedeeld in de min 90, de min 100. Okay. Dus bij bodybuilding meer in klasses inderdaad te werken. Ja. En ik heb dan van beide klasses heb ik 2 klasses meegedaan. De junioren, dat is de top 23. Dus bodybuilding junioren en classic junioren. En de bodybuilding min 90. Maar daar kom je dus ook tussen mensen van 40 en zo te staan. Oh, ja. En de, er zit dus geen leeftijd eigenlijk aan? Nee, alleen bij de junioren. Alleen bij de junioren, inderdaad. Ja. En ik heb meegedaan de classic fysiek, true novice, dus de beginners. En daar mag je alleen mee doen als jij nog nooit in de top 5 bent geweest. Dus dan kom je tussen mensen staan die allemaal redelijk nieuw in de sport zijn. Ja. Dus die 4 klasses heb ik meegedaan. Super hoor. Nou, ik zie in ieder geval prachtige medailles om je nek hangen. Ja. Kan je een beetje vertellen waar welke medaille voor is? En welke voor jou de meest bijzondere is van alle 4? Deze was de tweede plek. Dat was de junioren classic fysiek. Dus dat was dat klassiekere. Ja. En dan de junioren, dus de top 23. En ik was ook een van de jongens die daar zelf was. De meeste daar, degene die nummer 1 was 23 en de nummer 3 ook. Dus ik was daar een van de jongeren. Daar had ik dus de tweede plek behaald. Deze twee zijn allebei derde plekken. Dat was de junioren bodybuilding en de min 90 bodybuilding. Dus bij die twee klassen heb ik allebei een derde plek gescoord. Maar ik ben op de een of andere manier nog het meest trots op de achtste plek. Want bij de normaal staat er in een line-up, dus eigenlijk per klasse staan er ongeveer 6 tot maximaal 10 man waar je dus tegen moet strijden. Maar bij de beginners classic stonden dit jaar 28 man. Zo. Het is nog nooit zo druk geweest. Nee. Dus het hele podium stond vol. En daar ben ik toen 8e geworden van de 28. En op de een of andere manier ben ik daar nog blijer mee misschien dan de tweede van de 10 die er toen meededen. Ja. Omdat het zo'n gigantische groep was. Het liefst hoop je natuurlijk op een top 5 plek, maar dit is ook prachtig, van 28 was ik daar heel blij mee. Ja. Want het was ook de drukste en de grootste wedstrijd in Nederland tot nu toe ooit in de geschiedenis van bodybuilding in Nederland. Zo, ja. Alles was uitverkocht en dus dat maakt het natuurlijk wel extra speciaal toch voor je gevoel. Absoluut. Zeker. Nou, ik vind het sowieso een prachtige prestatie. Maar je zegt bijvoorbeeld bij de junioren, de nummer 1 was 23. Ja. En die doet volgend jaar niet meer mee. Nee. Dus als jij nummer 2 was nu, dan heb je volgend jaar een goede kans om nummer 1 te worden. Ja. Dus ik wil over 2 jaar wil ik weer mee gaan doen. Is het eens in de 2 jaar? De wedstrijd is elk jaar. Okay. Dus ik zou bijvoorbeeld ook volgend jaar mee kunnen doen. Maar dan zou ik eigenlijk over 5 maanden alweer wedstrijdvoorbereidingen moeten. Oh, ja. En ik vind 5 maanden net even te weinig ertussen om genoeg te verbeteren. Dus ik wil over 2 jaar weer mee gaan doen. Dan heb ik nu 1,5 jaar tijd om te verbeteren, om genoeg massa te bouwen. En dan wil ik gaan voor bodybuilding. Dus ik ga bij de classic wegstappen. Ondanks dat ik daar wel een 2e en 8e plek heb behaald, wil ik echt op bodybuilding gaan focussen. Ja. Omdat ik daar ook geen gewichtslimiet heb. En dan wil ik nu in de 1,5 jaar tijd wil ik proberen het liefst natuurlijk 10 kilo aan spiermassa erbij te bouwen. Om dan weer mee te kunnen doen. En ik ben dan nog 23 als ik meedoe, dus ik kan de junioren weer meedoen. Dus nu werd ik dan 2 keer derde bij de junioren. Of bij de derde bij junior bodybuilding. Maar hopen als ik die 10 kilo massa er extra bij heb en mijn zwakke punten heb weggewerkt, hoop je natuurlijk voor een eerste plek te gaan. Ja, absoluut. Maar je weet natuurlijk nooit tegen wie je komt te staan op het podium. Nee, maar dit belooft al heel veel goeds, denk ik. Ik hoop het wel in ieder geval. Met wat je nu al hebt bereikt voor de eerste keer. Ja, zeker. Want ik ging de wedstrijd heel erg in met van deze wedstrijd gaat bepalen of ik in deze sport door wil. Of ik hier mijn beroep van wil maken. Ja. Of dat het bij een keertje blijft. Maar toen ik de eerste keer op het podium stond, ik kreeg meteen zo'n glimlach op mijn gezicht. Ik dacht, dit is wat ik voor de rest van mijn leven wil doen. Iedereen zei altijd tegen me, als je op het podium staat, kan je alleen maar lachen. Maar dat is ook echt waar. Ik heb gigantische angst voor dat soort dingen voor op het podium staan. Presentaties, dat soort dingen. Maar op de een of andere manier, als je zo hard ervoor gewerkt hebt en je staat daar eenmaal, dan ben je voor je gevoel, kan je alleen maar shinen eigenlijk op zo'n moment. Dat is ook jouw moment op dat moment. Ja. Om te shinen natuurlijk. Ja. En de ervaring is vaak, als je of je een presentatie moet geven of in dit geval op het podium moet staan, dat het die eerste 3 minuten is altijd een beetje spannend. Ja, zeker. En dan zit je er eenmaal in en dan voelt het als iets wat eigen
wordt, zeg ja, maar. Ja, dat is het wel het voordeel, ja, dat ik 4 klasses mee had gedaan. Ja. Het nadeel was genoeg ervaring, dat ik de hele dag daar, dat ik 8 uur lang moest pieken. Dus ik moest podium op, podium af, podium op. Ik was daar om 3 uur de eerste keer op het podium. En om 9:30 s'avonds liep ik de laatste keer het podium af, dus je moest constant pieken. Komt ook omdat je nummer 1 was, hè? Ja, dan moest dus je ook wat vaker. Ja, steeds als eerste het podium. Ja, ik had getal nummer 1, dus je was het allereerste elke keer. Dus dat was wel echt even spannend. Ja. Maar het voordeel dat ik dus 4 klassen heb meegedaan, is dus ik heb ervaring opgedaan. Ik ben erachter gekomen van oké, ik wil in bodybuilding, niet in classic. En elke keer dat ik het podium opkwam, leerde ik natuurlijk weer meer en wist ik weer beter met dingen om te gaan. En wat ook wel leuk is, denk ik, dat je je concurrenten zag en sprak daar. Ja, zeker. En ik heb ook best wel wat mensen daar gewoon ontmoet, ook backstage, die ik allemaal nu op social media heb. Ja. Waar we binnenkort mee gaan trainen en dat soort dingen. Dus je leert best wel wat, er liepen best wel wat jongeren rond, ook van mijn leeftijd. Met al heel goede fysieken, waar ik best wel wat contact mee heb, waar we elkaar best wel veel van kunnen leren ook. Mm-hmm. En ik heb best wel wat grote mensen ook ontmoet daar, waar ik nu contact mee heb, die mij eigenlijk kunnen gaan helpen ook weer. Voor de volgende wedstrijd. Dus dat is wel heel, heel erg leuk. Super. Zeker. Hey, en even een vraagje voor daarnaast. Hoe heeft jouw familie dit ervaren en je vriendin? Want ik weet, als geen ander, dat als je, want ik noem het wel topsport wat je doet. Hè? Want je moet er echt heel veel voor laten. Je kan niet ieder weekend lekker even gaan stappen of helemaal uit je dag gaan met lekker eten. Je bent steeds gefocust op je doel en waar je mee bezig bent. Hoe hebben zij dit hele traject met jou ervaren? Toen het op 20 weken begon, toen viel het allemaal nog wel mee. Toen bomvol energie, ik kon nog best veel eten. Maar ik merkte ongeveer vanaf het punt, 12 weken voor de wedstrijd, dat het toen echt zwaar begon te worden. Toen begon ik als persoon ook gewoon heel erg te veranderen. Ik begon steeds meer mensen te vermijden. Ik was veel prikkelbaarder, veel chagrijniger snel. En dat werd eigenlijk alleen maar erger. Ja. En dat had ik ook echt heel erg onderschat. Ik dacht, het gaat fysiek heel zwaar zijn. Maar deze hele wedstrijdvoorbereiding was mentaal 10.000 keer zwaarder dan fysiek. Ja. En vooral vanaf 6 weken voor de wedstrijd. Toen begon ik echt iedereen omheen af te stoten. Al mijn vrienden begon ik af te stoten. Mijn vriendin begon ik heel erg af te stoten. Mijn ouders, die leefden een beetje om me heen. Ik zat eigenlijk alleen maar op mijn kamer, alleen. En het enige wat ik eigenlijk kon doen was denken aan wanneer ik weer kon eten, trainen, gefocust. Een soort van constant paniek in je hoofd, constant. Je kon niet op 1 ding focussen. Ik was constant. Ik had geen rust in mijn hoofd eigenlijk heel de dag door. Dus toen begon het wel echt zwaar te worden. En vooral de laatste 3 weken, toen op een gegeven moment dat ik ook eigenlijk eerder moest stoppen met werken, omdat het gewoon echt niet meer ging. En toen ben ik echt in een soort van automatische piloot nog, nog 3 weken door, zet je er doorheen. Ja. Toen heb ik echt wel momenten getwijfeld van ik stop hiermee, want ik zag echt dat mijn vriendin eronder kapot ging, mijn ouders eronder kapot. Ja. En mensen omheen, die stoot ik van me af. Dan komt er iemand naar me toe om te praten en ik zeg gewoon van sorry, ik heb gewoon geen behoefte om te praten met iemand. Nee. Dus dat had ik wel echt onderschat. Dus de mensen om me heen, die hebben er echt wel even onder moeten lijden. Ja. Maar ik merkte dat moment dat ik het podium afstapte, na die wedstrijd, toen die stress eraf was, was ik eigenlijk in 1 klap weer helemaal de oude Jasper. Dus het is nu weer meteen, dus even extra mijn vriendin verwennen aankomende tijd en even extra lief naar mijn ouders doen. Ja. Want er zijn wel echt wel mensen die eronder hebben moeten lijden. Ja. Maar ik denk dat ze het ook begrijpen. Ja, ze begrijpen het zeker. Ja. En even voor de mensen thuis, als je 5000 calorieën per dag normaal gesproken eet en als je bedenkt dat je in de laatste weken maar 2000 of soms zelfs 1500 nog minder mag eten, dan zeker. Snap je ook dat jouw lichaam natuurlijk echt vraag heeft naar voedsel eigenlijk, en terwijl het niet mag krijgen. Nee, je lichaam gaat echt in een noodmodus eigenlijk. Ja, je lichaam denkt, wat gebeurt noodstand, er? Je komt op een gegeven moment op een bepaald vetpercentage. Je lichaam denkt, als wij zo doorgaan, dan ben ik binnen een paar weken dood. Want als jij in principe met zo'n wedstrijdvoorbereiding, op een gegeven moment kan er geen vet af. Ja, omdat het zo weinig is, ben je natuurlijk ook heel weerbaar voor virussen of infecties of bedenken zeker. En hormonaal kan het ook natuurlijk maar heel ook. Kort. Je lichaam, je hormoonhuishouding is helemaal door de war. En bepaalde functies. Ik merkte op een gegeven moment dat mijn hersenen niet meer goed functioneerden. Ik had een soort van, dat noem je brain fog, noem je dat constant. Een soort van gevoel, alsof er een wolk in je hersenen zit. Je kan niet ergens op focussen. Ik kon niet rustig op de bank YouTube kijken of iets. Want ik zat aan te kijken en ik kijk er dwars doorheen. Het komt gewoon niet binnen of zoiets. En dus ik merkte dat dat wel, dat had ik in ieder geval heel erg onderschat. Ik had niet verwacht dat dat zo zwaar zou zijn. Maar ik denk wel met mijn volgende wedstrijd, als ik weer een wedstrijd ga doen, dan weet ik waar ik instap.
En dan denk ik dat ik wel weet er anders mee om te gaan ook. Ik denk ook dat je het sneller kan vertalen van dat je dan aan kan geven, jongens, ik heb even die ruimte voor mezelf nodig. Ja, zeker. En dan zal iedereen ook begrijpen van, oké, we weten precies in welke fase hij nu verkeert. Ik denk dat ik mijn vriendin gewoon 3 maanden voor de wedstrijd op vakantie stuur. Ik zeg, ga maar 3 maanden naar Ibiza. Geniet even lekker. Of 3 maanden terug, dan ben ik weer de oude. Ja, dan ben ik er weer. Nee, maar daar ben ik ook bij. Ze hebben wel gewoon, ondanks dat het zo zwaar was, hebben ze me wel gewoon altijd gesupport. Is gewoon bij me gebleven. Ja, ze is super trots op je. Ik heb er natuurlijk even gesproken. Ja, ik denk de meeste meiden, hoe ik me gedraag de laatste weken, de meeste meiden hadden weggegaan. De meeste relaties hadden het niet volgehouden. Maar mijn vriendin die heeft zich gelukkig er doorheen gepusht en die heeft me wel altijd gewoon gesupport. Nou, super. Ondanks fijn. Dat ze het dan niet altijd mee eens was. Ja. En ik heb natuurlijk een coach gehad die me heel erg doorheen getrokken heeft. En die en mijn ouders ook, ondanks dat ze het helemaal niet eerst met de sport eens waren. En ze allebei helemaal niks met de sport hadden. Nee. Hebben ze me er wel gewoon echt heel erg gesupport. Dus dat is wel heel fijn. Ook die zijn super trots op je. En ook hier, jullie, de kloek, hebben me er heel erg in gesupport. Nou, wij vonden het fantastisch. Dus ik vind het nog steeds fantastisch wat je doet en wat je gedaan hebt. En daarom ook dit interview aan ons kampioen, hè? Zeggen we dan. Nee, super. Hey, en wat, als je nu kijkt, bijvoorbeeld, er zijn heel veel jonge mensen, dat zien we bijvoorbeeld deze week ook. Hè? Ja. Als je binnenkomt, staan ze meteen om je heen. Ze willen natuurlijk alles van je weten. Ja. De tips, de tools. Je bent een voorbeeld voor hen. Wat zou je ze mee kunnen geven? Want ik denk niet dat iedere jongere meteen moet denken van ik wil dit ook. Maar hoe zou je hen kunnen stimuleren om wel het beste uit hunzelf te halen, maar niet meteen die focus op bodybuilding te leggen? Het moet wel veilig verantwoord, hè? Ja, heel veel proberen te kijken op internet, veel onderzoeken lezen, veel video's erover kijken. Natuurlijk heel veel video's spreken elkaar natuurlijk ook weer tegen. Ja. En ze kunnen natuurlijk altijd, ze mogen altijd naar me toe komen bij de balie om zoveel mogelijk vragen te stellen wat ze me willen. Ik vind het alleen maar leuk om te helpen, trainingsschema's, voedingsschema's, noem het maar op. Ik vind het gigantisch leuk. En gewoon plezier hebben in het sporten, hard sporten. En voeding raad ik altijd van, je hoort heel veel over supplementen, creatine, dit, dat, heel veel supplementen. En dan gaan ze honderden euro's geven ze uit aan verschillende supplementen, maar ik zeg altijd van, focus eerst gewoon op de basis, training en voeding en herstel, dus slaap en je rust. Ja. Wanneer je dat allemaal onder controle hebt, kun je op een gegeven moment gaan kijken naar supplementen, wat een klein beetje kan helpen. Ja. Maar het belangrijkste is gewoon goede voeding, genoeg eiwitten binnenkrijgen, genoeg koolhydraten binnenkrijgen, gezonde vetten. Ja. En schrijf gewoon, van 5. Ja, schrijf van 5 en gewoon hard trainen. Maar nummer 1 staat nog wel plezier hebben in een training. Ja, als jij merkt dat jij een trainingsschema hebt waar je helemaal geen plezier in hebt, maar je doet het omdat je denkt dat je ermee gaat groeien, dan ga je er ook niks mee bereiken. Dus dat, en een goede mindset. Goede mindset, zeker. Heel doorzetten. Ergens aan houden. Niet elke week wisselen van programma. Gewoon ergens een structuur erin houden en discipline doorzetten. Dat staat op nummer 1, Nou goed, en daarvoor kunnen ze ook zeker bij jou terecht. Ja, ze mogen altijd bij me langs. Ik denk dat je met de coaching zelf ook wat wil gaan doen op het gebied van bodybuilding in de toekomst. Ja, ik doe nu ook wel coaching. Dan is dan begeleiding op voor voeding en training. Ja. Doe ik dat nog erbij. En natuurlijk hier nu in de kloek voor de trainingsschema's los. En voor tips en losse vragen kunnen ze natuurlijk ook gewoon altijd naar me toe komen. Er zit natuurlijk geen kosten aan verbonden. Nee. Ze kunnen zoveel vragen als ze maar willen. Vind ik alleen maar leuk om te helpen. Ja, superleuk om te horen. Ja, wij willen zeggen, geniet van deze prachtige prestatie. Dankjewel. En we blijven je volgen op over 2 jaar. Ja, over 2 jaar hoop ik. Verandert je gedachten nog wel? Nee, ik denk dat wanneer de inschrijvingen open gaan, ik schrijf je meteen in. En dat, Nee, ik bedoel voor volgend jaar. Volgend jaar, dat wordt echt snel. Dan moet, want kijk, als ik bodybuilding mee ga doen, je wordt ingedeeld in gewichtsklasses. Ik deed nu de min 90 mee en ik woog 86,5. Nee, je dus ik zit nu. Plus gaan. Maar als ik de min 100 meedoe en ik sta dan bijvoorbeeld met 91 kilo, dan heb ik eigenlijk 9 kilo nog speling ertussen. Dus kom ik tussen hele grote mensen staan. Dus als ik mee wil doen, dan wil ik eigenlijk die min 100 proberen op te vullen richting de 100 kilo. Ja, ik snap je. En dat wordt wel echt flink wat. Geen iedereen heen. Nee, dus in anderhalf tijd wordt het al heel lastig. Is dus dat, maar of de min 90 wel proberen, maar dan nog een stuk droger dan dit jaar. Maar dat wordt ook, gaat ook lastig worden. We gaan het zien. Eerst maar eens lekker genieten, een beetje bijkomen. Ja, zeker. Eerst weer even vetpercentage iets omhoog krijgen, dat ik gewoon mijn lichaam wat beter kan functioneren. Precies, en lekker hard blijven trainen. Nou, super, man.
Nou, bedankt voor het interview. Ja, alsjeblieft. Mike Crescent.